More and more people want to get rid of their glasses or contact lenses, often because they cause them a lot of trouble in their daily activities. They can get laser treatment for their eyes or opt for a contact lens implant. This video is about contact lens implants. A contact lens implant can correct mild to very severe short-sightedness, long-sightedness, and any cylindrical deviation. The lens is inserted into the eye during a brief operation, and it can stay there a lifetime. This is Alia. She's 25. Her eyes are minus 11 and have a cylindrical deviation. Mijn ogen zijn nu echt zodanig slecht dat ik echt vrijwel niks meer zie zonder bril. En voornamelijk omdat ik nu mijn lenzen niet kan verdragen, is het echt voor mij nu een grens wel bereikt. Ja, het nadeel van mijn bril vind ik dat ik er heel erg afhankelijk van ben. Ik ben heel erg bang dat er iets mee gebeurt. Ik kan al lichtelijk in paniek raken als ik denk dat er iets met mijn bril of met mijn lens is. Wearing glasses can sometimes be awkward. Ja, de dagelijkse dingen eigenlijk. Het opstaan. Ik heb een wekker echt met mega koeien letters. Dat kan ik dan nog net, nou misschien net zien. Het douchen zonder bril. De vakanties, de dagelijkse dingen in sport, in hobby, dat soort. Alia has no doubt about it. She wants to get rid of her glasses. Ja, ik wil heel graag van mijn bril af. Ik kan niet wachten. After a quick scan, Alia made an appointment for a preliminary examination at an eye clinic. This is necessary to find out whether her eyes are suitable for treatment and to determine which solution is best for her. Neem de bril maar even af. Ik ga even kijken wat je kan zien zonder bril. Als je met je linkerhand je linker oog even zou willen afdekken, ja. Even met het rechteroog. Kan je iets van lezen? Nee. Wat denk je dat er staat? Ik zie het niet. Heel moeilijk. En als je met twee ogen kijkt, dat iets makkelijker? Ja. Nog steeds ik zie streepjes. Oké. Okay. Prima. Ja. Dankjewel. The eye test is followed by several other tests. After the preliminary examination, the ophthalmologist explains the results. Nou, zoals je misschien begrepen hebt, als je sterkte hoog is, zoals in jouw geval, dan is laser op een gegeven moment niet meer mogelijk. Ja. En dan is het dus een veel betere optie om een lens te implanteren. Nou, gezien de sterkte die je hebt, een hoge bijziendheid, een behoorlijke cilinderafwerking, dat is heel goed te corrigeren door het implanteren van een zogenaamde contactlens. Er wordt een lensje bijgeplaatst in je oog. He explains the details of the procedure to her. Altijd één oog per behandeling, dus één kant per keer. En daar zit een week tussen. En met die plaatselijke verdoving, dat is een prikje bij je oog, voel je eigenlijk nagenoeg of helemaal niks van die behandeling. Pijn na afloop is heel ongebruikelijk. Both the advantages and the risks are explained. Als je denkt aan infectiegevaar, met alle voorzorgsmaatregelen die we treffen, dan moet je denken aan 1 op de 10.000 gevallen wellicht. Op jaarbasis waarbij dat zou kunnen optreden. Op infectie? Ja. Oké. There's every opportunity to ask questions. Het bewegen tijdens de operatie, dat lijkt mij heel erg eng. Dat ik onbewust ga bewegen of knipperen met mijn ogen. Kan dat? Of is het... In principe niet. Want door die verdoving is je oog staat ook stil. Hè? Je oog kan niet bewegen. En je bent zelf ook door wat medicatie die we je geven, ben je ontspannen. En er komt een plakbandje op je hoofd heen om je daaraan te herinneren ook. En daarmee lig je gewoon stil en het oog staat ook stil, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Oké. Hoe snel kan ik eigenlijk zien na de operatie? Nou, je zicht heeft wel een paar dagen nodig om helemaal optimaal te worden. Okay. Maar vrij snel en na een aantal uren is dat behoorlijk goed. The day of the treatment has arrived. In consultation with the ophthalmologist, Alia has decided to have a contact lens implant. She's quite nervous. Ja. Niemand is echt fan van operaties en dit soort dingen, dus dat is wel iets wat me wel bezighoudt van ja, wat gaat er daar gebeuren en ja, dat is, ja, ik denk dat iedereen daar wel een beetje angstig voor is. The qualified optician checks Alia's eyes once again. And when everything is found to be okay, she's prepared for the treatment. Dat was het. Oké. Loop maar mee, dan breng ik je naar boven.
Nou, word je dan verder voorbereid. Je krijgt medicatie om in te nemen. En je oog wordt gedruppeld om een mooie kleine pupil te maken. En daarna gaat de anesthesist je oog verdoven. En dan gaat echt de behandeling zitten. During the treatment, a small incision will be made in the cornea. The tiny lens is inserted through that incision. The ophthalmologist then moves the lens to the correct place and fixes it onto the iris with two tiny clips. The procedure takes about 20 minutes altogether. Weeks later, both eyes have now been treated, and Alia has had perfect sight for the last couple of days. Zeker. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ongelooflijk. After the treatment, her eyes are checked regularly from the first day after the operation until a year after the procedure. Then they are checked annually. The ophthalmologist carefully checks her eyes, and he listens to her experiences. A number of weeks have passed. How is Alia getting on? Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Het is echt heel fijn om 's ochtends wakker te worden zonder bril te hoeven pakken en te douchen zonder bril en alles goed te kunnen zien. Ja, het is echt het is heerlijk. The operation was easier than she thought. Van de operatie zelf heb ik helemaal niks negatiefs meegekregen en het is eigenlijk ontzettend snel gegaan. Toen het kapje eraf ging, zag ik eigenlijk alles. Scherp, ja, ik kan er niet meer of niet minder van maken. And her glasses? Ja, af en toe mis ik mijn bril nog wel, maar dat is meer omdat je het zo gewend bent dat hij er altijd was. Af en toe dan zit ik nog wel eens aan mijn neus dat ik denk dat hij er zit. Of af en toe grijp ik er nog wel eens naar en denk ik, oh nee, ik heb helemaal geen bril meer. Het zit nog zo in je systeem eigenlijk. A lot has changed for Alia. Het was het absoluut waard. Ja, absoluut.